En ze vragen zich af, heb je nou beef met Negative? Laat me even iets uitleggen over die oude zak, a.k.a. vergeten rapper die nooit meer wordt gecheckt. Yes, what up mensen, welkom bij weer een nieuwe vlog. Mijn naam is QC, voor als je me nog niet kent. In ieder geval, ik ben vandaag weer lekker aan het vloggen. Ik had gisteren ook gevlogd, maar wat denk je? Ik loop in de stad en zo, batterij is al, ik gebruik die vlogcamera pas net. Ik zie batterij bij haar liggen. Ik dacht, kut sorry, maar geen stress, want ik heb nog een batterij in mijn zak zitten, een reserve. Ik doe die erin, ook leeg. Dus ja, dat is uiteindelijk geen vlog geworden. Voordat ik thuis was, dacht ik van ja, het heeft geen zin meer om te vloggen. Maar in ieder geval, vandaag weer een nieuwe dag en een nieuwe dag om te vloggen. Ik moet wel zeggen dat ik een paar dagen niet meer heb gevlogd, maar ik ben heel druk geweest. En ik heb ook een dag gehad dat ik ook echt niks had gedaan. En dan is het aardig saai om dan te vloggen, denk ik. Dus vandaag weer lekker een vlog. Trouwens, ik heb net een pakketje binnengekregen. En ik ga even kijken wat daarin zit. Kijk, hier hebben we de doos. Hij weegt een beetje iets, niet echt zoveel. Maar even kijken wat erin zit. Hier heb ik onze mes. Ik weet het is een boterhammes. Ik kon even geen andere mesje vinden. Ik zag deze liggen. Ik denk, weet je wat, dan doe ik het lekker hiermee. Dus we gaan hem even openmaken. Kijk. Hey, dit gaat toch niet. Oh, dit. Oh. Dit komt tegen het product aan. Ik hoop niet dat ik iets beschadigd heb. Hey. Da-da-da-dam. Hey, ik zie nu de doos, jullie zien het voor mij nog niet, want die doos is iets eronder, maar ik ga nu even laten zien wat erin zit. Kijk, tum. Hey, knolpower pet man. Hey, knolpower pet man. Hey, knolpower pet, oh shit. Hey, ook nog twee DAD's. Lekker man. Kijk hier, dit zijn aardig wat petten man. Dus ook shout-out naar Enzo en... Shout-out naar Milan man, zijn sowieso mijn niggers man, ook al zijn ze zo blank als fuck, jeetje. Maar we zijn nog niet klaar, ik heb nog iets gekregen. Ik ben benieuwd wat dit is. Ik heb twee dozen, oh shit. Oh shit. Hier kan ik de groene theetjes in drinken man, dit is de knolpower beker man. Hé, hey, hartstikke bedankt man boy. Oh shit, ook nog eentje in het zwart man. Hé, hey, dat is nice man. In ieder geval, shout-out naar Milan. Shout-out naar Enzo, ik vind het echt keihard. Ik ben jullie dankbaar. Wanneer ik mijn eigen merch krijg, krijgen jullie ook een zooi opgestuurd. Dus ja, shout-out naar jullie man. Vandaag weet je wel dat ik zo vaak een dagelijkse daypet op heb. Dus dan roek ik nu gewoon de knolpower pet. Nou, kijk met wie ik hier ondertussen ben. Petje Mosa, Mattie. Wow. En ja, ik zie dat je hebt gecopycat. Ik heb gecopycat, Mattie. Yobi 2.0. Ja, man. Jij eerst Nessim, die jij al. Ja, man. Maar eerlijk, dat ding is een baas. Dat ding is Kaulo Flex. Ik merk het al. Je kan hem overal gewoon lekker tussen plakken, alles. Je hebt deze nodig, man. Ja, man. Ik had deze ook echt nodig, man. Ik vond het om irritant. Want dat soms als je ergens even je camera gewoon flex wil neerzetten, kan het niet. Nee, precies. En nu gaat het gewoon flex. Maar je hebt mooie cadeautjes gekregen van Knol, Milan Knol. Knolpopet, dagelijks AD. Ja man, een paar, lekker, man. Twee die DAD van Milan gehad, die andere van Enzo man. Oh nice man. Wil je een knolpower petje? Doe maar een knolpower petje. Ja? Ja, ik heb er drie gekregen dus... Knolpower! Maar dan moet je wel even opzetten man, zet even op. Alleen maar aangeduiden man. Ja, maar dat maakt niet uit. Ik wist dat je weer zo diva zou zijn. Sterk. Nu is het wel gek of niet? Ja man, wat zeg je dan? Dankjewel knolpower. Nee, je moet die knolpower... Knolpower! Yes, what's up guys? We zijn ondertussen buiten. Het is lekker weer. Het is nu echt lekker man. Ja? Dus laten we snel die Q&A opnemen. Gaan we even lekker van het zonnetje genieten. Snap je. We gaan even Q&A opnemen bij Petje Mos. En daarna even kijken wat de dag nog brengt. Ik zeg eerlijk, ik heb wel een lange broek aan waar ik nu een beetje spijt van begin te krijgen. Je weet toch als die weer zo lekker is dat je gewoon met één dichtgeknepen oog loopt man. Ja, die is goed hè? Dat is een goeie man. Altijd als ik mijn oog moet dichtknijpen betekent ja, het is lekker weer. In ieder geval, we gaan nu snel een Q&A'tje opnemen in die kluisterhok van Petje Mos. En daarna chillen man. En zoals jullie zien, ik heb de knolpower pet vandaag opgezet, de afwisseling. En nogmaals shout-out naar hun man. Ik ben ondertussen bij Petje Mos. Petje Mos is bezig met aan het preppen. Huh? Wat ben ik aan het doen? Preppen. Wat is preppen? Preppen, voorbereiden. Oh ja, sowieso man. Dus weet je toch, het is zijn Q&A, dus hij gaat lekker de statief en alles uitpakken. Lekker. Ja? Ik moest even een beetje licht maken in mijn kamer, want anders is het zo donker. Ja. Zie je? Heb je trek in de bullepees? In wat? Bullepees. Wat is dat? Stierenlul. Ja? Ja man. Gadverdamme. Dat eet die doggoes.
Carlo Bailey, hè? Carlo Bailey! Waar ben je zo vies? Hij heeft ook een stierenlul, een andere stierenlul. Hé, hey, je houdt daarvan, hè? Van stierenlul en je moffel, Bailey. Dit is Bailey, a.k.a. YouTube-ster. Ja, man. Bailey is wel echt een YouTube-ster geworden. Ja. Maar Bailey, wat jij hebt geflikt, dat kan niet, man. Ja, dat is boos van Bailey. We gaan een Q&A opnemen? Ja, man. Let's go. De Q&A gaat beginnen. Yes, de Q&A gaat beginnen, Mattie. Maar de Q&A gaat beginnen, nice. We gaan jullie vraagjes leuk beantwoorden. Dus ga die shit checken op mijn kanaal. Morgen, of overmorgen. Hé, hey, we zijn dus net klaar met de Q&A. Het was een leuke Q&A. Alleen, ik moest echt fucking vaak grapen in de Q&A. Ik ben echt op een of andere manier ineens helemaal moe, kapot. In ieder geval, vergeet niet straks te kijken. Ook dat, als jullie straks trouwens even tijd hebben... Vergeet ons niet naar deze vlog ook gewoon even naar Petje Mos te gaan, op hem te subscriben. Laten we even pushen naar de 15k, die man is daar bijna. Dus ik zeg let's go, man. Ik ben ondertussen weer in de auto bij Petje Mos. Vaga! Hij gaat me even naar huis toe brengen, ik ga even eten en zo en even wat dingen doen. Maar trouwens, ik zag mensen al een paar keer in de comments zetten. We hebben iemand de laatste tijd een beetje verwaarloosd. En ja, drie keer raden wie? Mega Mos, Amati! Oh shit, oh wacht, die geluid staat niet aan. Ik denk dat die batterij al bijna ligt. Oh shit, Mega Mos. Mega Mos is er weer. Ja, Mega Mos is hier, Petje Mos. Kijk, er rijdt daar een lelijke Audi voor ons. Fijne ding, geen woorden, maar dadelijk fijne ding. Lekker joggen. Ja, ja, dan ben je lekker strandje fit dadelijk, hè? Yeah! Ja! Ja! Mag je die vrouw kijken? Ja, nee, ik niet, man, is dit voor Timus begonnen? Ik ben ondertussen weer thuis, ik heb even lekker gegeten en zo. En zoals jullie weten heb ik de belofte gemaakt dat ik de hele Ramadan niet zou laten zien dat ik ga eten. Dus ik heb het weer niet kunnen laten zien. Maar in ieder geval, buiten dat om, wil ik het even met jullie hebben over negative. Want iedereen vraagt, wat is er nou tussen jou en negative? En mensen vragen zich af, heb je nou beef met negative? Laat me even iets uitleggen over die oude zak, a.k.a. vergeten rapper die nooit meer wordt gecheckt. Negative. Kijk, ik en Negative hebben geen beef, dat kan ik jullie alvast zeggen. Het is gewoon iets vriendschappelijk en ik weet het ging er hard aan toe, maar dat gebeurt met zakka-sessies soms. Broer, in onze buurt gaan mensen soms, worden soms zo hard gezakka dat ze gewoon naar huis toe gaan. En de volgende dag chill je weer, maar die dag ben je zo erg de lul dat je gewoon weer gezakka. En ik zeg je eerlijk... Tijdens die zakka-sessie met Negative, ik werd een beetje overdonderd. Ik had niet verwacht dat Negative zo uit de hoek zou kunnen komen. Ik moet wel zeggen dat hij begon. En, maar uiteindelijk heeft hij ook een trucje, weet je. Weet je wat bij Negative is? Negative zakkaat jou en dan gaat hij zo hard om zichzelf lachen. En voordat je iets terug kan zeggen, dan heeft hij weer iets nieuws klaar liggen. Nee, toch, hij laat jou niet uitpraten. Dat is Negative's techniek. En dus daar moet ik volgende keer even op in gaan spelen. Maar in ieder geval, ik heb geen beef met Negative. Er is niks tussen ons aan de hand. En wat Negative al zei in mijn video op het laatst van... Hey, met mensen die ik echt niet mag, daar praat ik niet eens mee. En zo is het bij mij ook. Als ik je echt niet mag, dan ga ik niet eens met je takkie. Dan is het gewoon, yo, ik fok niet met jou. Als ik iemand zakka, dan mag ik hem. 9 van de 10 keer mag ik hem gewoon. En ik heb Negative ook gevlamd. En hij heeft mij gevlamd. Maar ik snap... Sommige mensen vonden het misschien hard overkomen als je niet weet wat de situatie achter is. Want ja, wat ik al zei, het gaat er hard aan toe. Negative is op een level van ik zakka, maar ik beledig tegelijk. Maar ik kan het gewoon hebben. Ik kom uit een battlewereld, man. En zoals je ziet, trouwens, Negative was de jury bij mijn allereerste battle. Dus we weten allemaal wat Negative van mij vindt. De lijken dat reiziger zijn lip gedoneerd heeft. Yeah. Oké, okay. Kijk, wat heeft de lippen van deze Pokémon. Ik bedoel... Er zijn dan 2 Blackberries om zichzelf te pingen. Yeah. En op zijn huizen op zijn Facebook. Ik heb Negative helemaal brokkel laten gaan, joh. Dus laten we niet te hard gaan op die oude zak. Want straks loopt zijn YouTube kanaal weer niet. En dan moeten we weer Ali B inschakelen. En dan moet Ali B weer Negative gaan redden. En daar hebben we ook geen zin in. Dus weet je wat, laten we Negative gewoon met rust laten gaan. Niet te hard op hem in. Ik vind het wel, ik weet toch, lobby naar jullie dat jullie zo voor me opkomen en zo. Maar het is gewoon vriendschappelijk. Niks aan de hand tussen ons. Dus ik hoop dat dat gewoon uit de wereld is. Trouwens, weet je wat, ik ga hem even bellen. Gaan we even zeggen dat Negative zijn excuses aan moet bieden aan me. U bent geholpen met de mailbox van 06. Oké, ik wou Negative bellen, maar het is gelijk zijn voicemail. In ieder geval, bij deze Negative en ik, we zijn gewoon cool.
Niks aan de hand. Oké, jongens, ik zie dat Negative me zojuist heeft teruggebeld, maar ik heb hem gemist. Dus wij gaan Negative weer even bellen. Yo, met QC, man. Faka rapper. Faka broer. Je bent live in de vlog, man. Ik wou even deze oude zak zijn excuses laten aanbieden. Wat? Ik zei, ik wou even deze oude zak zijn excuses laten aanbieden, dat je me zo hebt beledigd. Hey, ja, goed dat je dat zegt. Luister, heel goed. Ja, oké, daar kom ik weer. Ik word uitgemaakt als de Big Bad, oude boze gozer. Ja. Jij weet heel goed, en dat hebben ze niet, dat laat niet erin. Jij hebt mij een paar keer gepest met je opmerkingen over mijn leeftijd. Hou je mond, laat me even praten. Ja. Ik heb jou een paar keer gevraagd, QC, wil je dit? Je wilt dit niet. Wil je dit? Je wilt dit niet. Nou, maar jij begon. Tuurlijk niet. Luister, QC, ik ben een hele oude man. Ik kom bij de meisjes. De straatregels zijn voor mij nog van toepassing. Snap wat ik bedoel? Als ik iemand uitnodig van oké, luister, wil je met mij komen filmen? Dan ga ik nooit. Ah, ga toch weg, man! Zomaar iemand business. Boe, het begon als over. Als je wil vlammen. Dan kunnen we vlammen. Maar dan ga je nooit winnen. Nee, maar broer. Nee, maar ik heb al heel je techniek uitgelegd bij jouw vlamsessie. Hoezo? Nou, hoe jij vlamt. Mijn techniek? Ja, jij hebt een slimme techniek. Wat is mijn tactic? Kijk. Jij vlamt. Ja, oké, wat is mijn tactic? Kijk, jij vlamt zeg maar. En dan ga je zo hard om jezelf lachen. En als iemand anders dat wil zeggen, dan heb je gelijk weer iets nieuws klaar liggen. Zodat de anderen niet meer kan uitpraten, man. Nee, maar weet je wat het is? Heel veel mensen hebben dat erbij. Snap ik bedoel, maar weet je hoe dat komt? Hoe dan? Weet je hoe dat komt? Ja, zeg maar. Ik vind mezelf echt hilarisch. Ja, maar dat vind ik van. Dat is niet dat ik doe alsof, maar ik vind mezelf echt pet grappig. Ja, maar dat heb ik ook bij mezelf. Maar alleen mijn vriendin vindt het niet grappig, maar je toch? Zeg maar, ik vind mezelf ook altijd geweldig. Maar even voor je volgers en de mensen om je heen. Ja. Het was gewoon een vlamsessie, weet je. Ik respecteer je als persoon, ik ben ook heel trots op je met hoeveel je hebt afgevallen. Thanks, maar het is gewoon heel simpel. Als je gaat vlammen met iemand die wat zwaarder is dan de gemiddelde mens, dan ga je... Oh, wat netjes gezegd, altijd, hè. Dan ga je altijd gewoon op gewicht. Dat is heel makkelijk. Ja, dat is mijn leeftijd. Dat is makkelijk, maar... Weet je, het was gewoon een vlamsessie. Nee, maar ik heb ze net ook allemaal in de vlog uitgelegd. Want ik denk, laat me erover beginnen. Omdat iedereen dacht van dat we echt beef hadden. Maar ik heb hem ook gezegd. Want ik kom ook uit een buurt. Dat weet je toch. Wij hebben mensen kapot gevlamd. Gewoon naar huis laten gaan. En ik zei ook al, wat jij ook al zei bij mij in de vlog. Van als je iemand echt niet mag, dan ga je niet eens praten, toch? Nee, man. Kom op de zak. Ik ben echt zo iemand. Als ik het gevoel had dat ik werd gedisrespect of zo. Dan heb ik zoiets van, dan ben ik juist stil. Ja. Ik bedoel, als ik je niet mag, praat ik niet met je en reageer ik niet op je. Maar als ik zoiets heb van, oké, nou, als je wel vlammen, dan kunnen we wel vlammen. Ja, toch. Nee, maar wat sowieso, het was een goede vlamsessie. Het was een goede vlamsessie. Het was een goede vlamsessie, maar ik had niet verwacht dat je nog zo kon komen, man. Dat wist ik niet, man. Nee, maar kijk, ik weet wat het ook met mij is. Ik ben 33, maar ik voel me soms 17. Echt waar. Ik heb niet het gevoel, ik heb niet de gedachte gehad, ja, alleen als ik aan het werk ben, maar verder ben ik gewoon, ik voel me gewoon nog steeds, joh. I respect you. Ja, maar ik jou ook, man. Ik heb ook, in mijn vlog hebben ze ook gezien, ik heb je ook gevlamd over THC en dat soort dingen, hè, toch? Ja, die was wel echt, die was goed. Maar aan de andere kant heb je wel echt loyale volgers. Ja, dat wel, hè. Daarom, ik zeg ook van, ik neem ze niet kwalijk, maar hè, toch, het is gewoon een vlamsessie. Het is gewoon mijn hemel, jongen. Je hebt gewoon internet bodyguards, man. internet bodyguards, man. Ja, dat is eng, hè? Nou, niet, want ik ben... Ik dropkick nog steeds 16-jarige, dus I don't care. Ja, dan nee. Maar sowieso moeten we binnenkort een keer een item of zo opnemen en dat komt goed, man. Ja, geen probleem, man. Bel me gewoon. Als je het tof zet, dan check me gewoon. Dan kom. Ja, toch? Nee, maar hij is cool, man, nigga. Dankjewel, man. Hey, love, man. Rustig. Rustig. Zie je, zoals ik al zei, het is gewoon goed tussen mij en Nega, er is niks aan de hand. En dit is een gesloten hoofdstuk. Je weet toch, shout-out naar Negative. Het is een goede vlammer. Ik zeg eerlijk, hij heeft me die dag te pakken gehad. En, maar mijn revenge is zoet, broer. Je weet toch, het heeft me wel dwars gezeten, zeg maar. Niet dwars gezeten dat hij mij vlamde, want wat je tegen mij zegt, dat doet me niet echt iets. Maar wel dat ik dacht van, damn. Dat ik in de auto zat, dat ik dacht van, daar heb ik wel een vlamsessie verloren. En daar houdt QC niet van. En dat gebeurt ook niet vaak. En ik kan het gewoon toe te geven, die vlamsessie heb ik verloren. Ik had niet verwacht. Maar in ieder geval, om het af te sluiten, shout-out naar Negative. Yes, wat up, strijders. Zoals je ziet, loop ik buiten.
Ik ben nog steeds op mijn vieze game op de slippers. Het is al donkerder. Petje Mos is hier in de waggie. Dus ik ben onderweg naar de waggie toe. En dan gaan we nog even lekker chillen. Petje Mos zou eigenlijk al veel eerder zijn. Maar hij is er pas weer veel later. Want Petje Mos is altijd een te... Wat? Zeg het maar. Wat? Te laat komen. Ik ben op tijd, man. Rot op, man. Je zou misschien 8 of 9 uur al komen, man. Ik was trainen. Ja. Ja, kijk, die mossels die groeien niet vanzelf, broer. Ja, lekker. Lekker, hè? In ieder geval, ik zou met Petje Mos gaan meetrainen, maar ik heb vandaag een foutje gemaakt. Ik heb mijn bloeddrukmedicatie niet ingenomen. En ik kwam er zo laat achter, want als ik er meestal rond zeg maar 11 uur nog achter kom, kan ik het nog makkelijk nemen. Maar ik kwam er zeg maar zo laat achter dat, dat het dan beter is om een dag daarna gewoon weer in te nemen. Maar het probleem is zeg maar, dan hou ik niet van trainen. Weet je, als mijn bloeddruk, dan ben ik bang dat het te hoog wordt. En dan met trainen dan iets fucked ups gaan. Dat voelt niet lekker, man. Nee, precies. Dat is ook kakker. Dus, ja, daarom. Maar ja, morgen weer, man. In ieder geval, wij zijn dus nu even onderweg. We gaan even Donny Paper ophalen. Maar we weten niet waar die uithangt. Want zijn mobiel is leeg. Dus we gaan even kijken of we hem kunnen traceren. En dan gaan we nog even chillen, man. Even wat dingen opnemen, wat sketches nog. Dus let's go, precies, man. Hey, check. Ik heb mijn knop open. Ja, je hebt hem ook op. Ja, man, ik heb nice, hem ook op. Maar ik had net gedoucht toch en ik had geen zin om mijn haar te doen, dus ik denk doe ook gewoon mijn petje op. Ja toch? Nice, is man. Wel nice, hè? Nou jongens, we hebben de verdwaalde Donny gevonden. Hij was ergens in het bos aan het dabben. Nou, kijk hem. Lekker man, Don. Fuck broer. We waren bang, man. We gingen iedereen bellen, man. We dachten dat je vermist was, man. Ja, mijn vonden was uitgevallen, maar ik zat lekker bij Fabiano, man. Ja? Ja, man. Oké, okay, we zijn bij de Mackie voor Petje Mos. Hey, moet jij iets eten, Don? Ja, gooi hem. En dat Donnie Jas ook op gezonde lees. Die zit om je petje af te kraken. Ja, weet je wat is? Als, we doen het samen, weet je. Oké, okay, zeg, want ik ga doen een hamburg en een kip 6. Hamburg en kip 6, ja. Oké. Okay. Zijn we mega mos hier? Kip 6 is goeie trouwens. Ja, maar dat mag niet. Hallo, man. Mag ik een hamburger? Trouwens, nog een hamburger en nog een kip 6. Kip 6. En mag ik ook nog een kip 8? Hou je smoel? Sorry? Nee, en een... Lekkere Big Mac hoor. en nog een cheeseburger. Als en mag ik ook nog een Mac salade? Nee, tief nou eens op. Mac salade met, nee. Met knoflook? Ja, geen Mac salade en knoflook, mevrouw. Dat was de bestelling? Dat was de bestelling. Hey. Is goed, doei. QC is heel veel beter aan doen. Ik heb net besteld, maar... Die de vinger op de bovenkant houden. Oh, sorry, man. Ja, sorry. Jullie zijn allemaal slecht bezig! Allemaal lekker volproppen met vet, man! Ik lijk echt zo'n diëtist, toch? Die... Ja, hoor, die burger verteert niet in je maag, hoor! Ik ga... Wie wil dat nou niet? Zo dik worden als QC. Hey. Ik ga stuk. QC. Ja, lekker hoor, meneer. Binnenkort heb je een andere auto nodig, want dan wordt die te klein. Lekker vet eten, Petje. Even pinnen alsjeblieft. Ah, hij wil pinnen hoor. Yes, dankjewel. Dag! Zou ik een classic eruit gaan gooien? Hè? Bestelling! Nee. Bestelling! Toch goeie? Ja, dankjewel! Hoi! Yes, what up guys? Zoals je ziet zijn we ondertussen aan het chillen. Ik ben hier bij mijn broer. Yo, what up guys? Yes man, lekker man. Wesley is er ook, lekker man broer. Jij zit natuurlijk ook in de Mos family, hè? Ja, eng man. Ja. En hier hebben we nog Petje Mos. Petje Mos. En Donny Paper. En Donny Paper, je bent er ook broer. Ja, man. Weet je wat het is? Want Donny Paper. Donny Paper heeft nog steeds geen gekke opdracht gedaan voor de Mos family. Nee man. Donny Paper heeft geen gekke ding gedaan voor geen gekke opdracht gedaan voor de Mos family. Dus laat in de comments weten of Donny nou al in de Mos family zit of niet, man. Ja, je kan zitten schelden met liplezen op de achtergrond, maar het is gewoon zo, Don. Ja, ik support Donny. Dit is voor Donnie. Ik support Donnie. Ja, maar jij zoekt altijd Donnie's. Ja, sowieso. Ja, doe ik voor zelf aanwezig. Geen paar, geen geel, gewoon die blauwe. Donnie is nog prospect. Hij zit er wel bij, maar hij is prospect. Ja.
Dolphins vinden het zo erg als je tegen hem zegt dat hij prospect is. Hij voelt hij denkt, hey, ja, petje man, je kan maar geen prospect noemen. Hij vindt echt niet leuk, dus dan zeg jij ben prospect. Maar dan word je gewoon bij de Sons hadden ze ook prospect. Ja. En dan word je ook gewoon bij de Sons op andere keer. Dus ik ga nu loezel bij Fabian. En yo, ik zag een handje daar zo. Ja, ja, is de rest ervan, broer. Ja, man. Ik ben hier nog met Petje Moss en met Donnie Paper. Kijk, hier woont ook iemand. Oh, wat dit? Ik ga zo stuk om dit. Yes, what up guys, ik ben ondertussen weer thuis. Ik weet wat ik net heb gedaan, dat het echt kinderachtig is. Ik zat nog in de auto na te denken, nah, dat kan eigenlijk echt niet. Mensen slapen en dat we bellen aan. Ik had niet eens in mijn hoofd dat het zeg maar al zo laat was. In ieder geval, soms gebeurt het ook bij mij thuis en ik word altijd helemaal boos als er een belletje wordt geluid bij mij in de avond. Maar ik ga ook weer niet aan de andere kant liggen dat ik er wel om heb gelachen. Dus in ieder geval, ik ga nu dus de vlog editen, daarna gelijk slapen en morgen weer een lange dag. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken, ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Vergeet niet te liken, vergeet niet te subscriben en je weet hoe ik ga eindigen. Het maakt niet uit of je een boy of een meid bent, ik hou van jullie allemaal, we zijn één grote familie. Later.